Vandaag zijn we bij Erika Berends. Ze heeft de opening van haar nieuwe atelier. En we gaan eens kijken wat ze allemaal daarover te vertellen heeft. Dag Erika. Hoi Marianne. Wat leuk, je hebt een nieuw kunstatelier. En hoe is dat zo gekomen? Ja, nou ja, ik heb jullie al een keer gesproken, hè, in augustus geloof ik. Toen vertelde ik dat ik klaar was met de kunstacademie in Arendonk. En dat ik toch ook een droom had voor een eigen plek. Vanwege de plannen met de MAVO ben ik daar aan op zoek gegaan. En die heb ik gevonden. Hier is mijn nieuwe plek. En dat is waar vroeger de decro zat. Ja, ja, naast Zwiers. Eigenlijk in de oude kantoorpanden. Volgens mij zei mijn man ooit eens van Jan van der Wolk. Dus, ja. Maar ja. En vandaag heb je open dag. Ja, vandaag heb ik open dag. En geeft het mensen de kans om te zien hoe het geworden is. En hoop ik ook mensen te vinden die misschien bij mij willen komen werken. Want ik geef ook andere kunstenaars en kunstenmakers de kans om hier bijvoorbeeld een werkplek te hebben. Open atelier ga ik organiseren en workshops in de toekomst. En vooral ook gewoon even te laten zien wat ik in de afgelopen jaren gemaakt en gedaan heb. En hoe ik zo tot dit gekomen ben. Ja. Je zei net kunstenaars en kunstenmakers. Ja. Wat is het verschil? Nou, ooit vroeg iemand aan mij, ben jij een kunstenaar of ben je een kunstenmaker? En toen had ik zoiets van, ja, ik heb kunstacademie gedaan. Maar ik, ja, het is aan een ander om te zeggen, ben je een kunstenaar? Ik maak ook kunst. Dus het is ook soms werk wat met een grote knipoog. En het is voor mij niet altijd gericht op het kunstwerk. Dus dat is iets te abstract. Ja, maar hoe bedoel je niet altijd gericht op het kunstwerk? Is het net als op vakantie gaan, de weg ernaartoe is ook al vakantie? Ja, de weg ernaartoe is ook al vakantie. Daarnaast is het bij mij begonnen met het een plek geven van verdriet in mijn leven. En heb ik werk gemaakt dat heet ook Verdriet Verdiende Plek. En wil ik ook andere mensen de kans geven om, als ze dingen meemaken in het leven die aandacht en verwerking verdienen, om dat met mij of voor hun te doen. Dus, en dan gaat het dus niet meer over kunst maken, maar dan gaat het over verwerken en aandacht geven aan wat aandacht nodig heeft. Ja, en dan verwerk je eigenlijk met je handen. Ja, dan verwerk je met je handen en dan geef je dat verdriet een plek. En nou ja, daar blijft dan ook iets blijvends aan over. Ja. Dus, ja. Dus dat heeft het een heel ander doel. Ja, en dat heeft jou goed geholpen. Dus jij probeert dan straks om te kijken of je andere mensen daarmee kunt helpen. Ja, ik heb daarmee het feit dat ik geen kinderen heb en dat wij geen kinderen kunnen krijgen en dat ik daar mijn verdriet van heb, heb ik daarmee een plek kunnen geven. En dat heeft mij heel erg gesteund en dat heb ik met iemand gedaan die ook andere mensen begeleidde in het maken van urnen en die herstellend waren van kanker. Mm. En zij heeft mij ook op het idee gebracht van dat daar behoefte aan is. En nou ja, door mijn werk kom ik daar heel veel mee in aanraking en merk ik gewoon dat het helend is om dat op een creatieve manier te doen. Ja. En niet altijd op een verbale manier. Ja, en door jouw werk komt het voor jou dan ook niet te dichtbij of dringt het dan ook niet te ver binnen? Want je kunt natuurlijk ook verdriet van een ander weer bij jou binnenlaten. Ja, dat is altijd natuurlijk, weet je, dat is altijd een wisselwerking tussen mensen. Maar door mijn werk ben ik wel gewend om te gaan met heftige dingen. En om mensen daarin ook te steunen zonder met ze mee te huilen, om het even cru te zeggen. Ja, mooie actie denk ik om zoiets
ja, te beginnen. Ik denk dat ja, vast wel mensen zijn die dat zullen willen. Maar je doet meer, want je gaat ook workshops geven en lessen. Vertel eens. Nou ja, de workshops hebben nog, is nu alleen nog maar een idee. Maar ik maak dozen en ik maak keramiek. En daarvoor ga ik workshops ontwikkelen. Daarnaast heb ik nu voor de komende periode, als ik aanmeldingen krijg natuurlijk, 10 lessen om kennis te maken met klei en met keramiek. Goh, hè, wat is dat nou, klei, en hoe werkt dat dan? Mm-hmm. En het grote plan is om daar vanaf na de zomer nog wat intensiever mee bezig te gaan. Ja. En ja, hopelijk zijn er vandaag mensen die denken, oh leuk, dat zou ik ook wel eens willen proberen. Ja, en daarmee geef ik ook nog ruimte om in de komende maanden 2 keer per maand op, datum zal ik ook via mijn social media laten weten. En ik heb hier folders liggen waar mensen kunnen zien wanneer ze zijn, een soort inloopatelier te organiseren. Dus dat mensen voor een aantal uren hier tegen een vergoeding kunnen komen werken, maar ook eventueel kennis kunnen maken met keramiek. Ja, ja. Dus als het goed is, dan wordt het hier een wespennest en een broeierij van ontwikkeling en creativiteit. Ja. Nou, geweldig. Dat klinkt al heel creatief. Ja, nou, ik hoop dat het wordt. En dat is wel waarom ik probeer om dit nu vorm te geven. En ik vind het heel erg spannend, maar ook heel erg leuk. Ja. Heb je bepaalde openingstijden of is het zo dat iemand jou een persoonlijk berichtje kan sturen via Facebook of hè, als ze hier terecht willen? Ik heb een mailadres waar mensen mij via kunnen mailen. En daarnaast mijn Facebook, zowel voor Erie Design als mij persoonlijk. En ik ga ook voor RAKA, Ravensteins Kunstatelier, want zo gaat het hier heten, nog een Facebook site openen. En daarnaast ben ik hier vooral op vrijdagmiddag. Is de kans groot dat mij hier te treffen en op zondagochtend. En dat zal echt niet elke week zijn, maar dat zijn wel de momenten dat het de grootste kans is, ook omdat ik gewoon nog werk. Ja, ja, ja. Maar als mensen contact met jou willen opnemen, kunnen ze mailen of ze kunnen via Facebook contact opnemen. Ja. En ze zouden dus ook bijvoorbeeld als iemand zegt, ik wil op maandag of op dinsdag hier iets komen doen, dan is dat ook te regelen met jou? Ja, zeker als mensen hier een flexplek huren, mm-hmm. dan zou je 1 of 3 dagen per week met behulp van een sleutel toegang kunnen hebben tot het atelier om hier gewoon zelfstandig te werken. Ja, ja. Nou, hartstikke mooi. Heb jij verder nog iets waarvan je denkt, nou, dit wil ik nog per se even vermelden? Nou, naast dat ik natuurlijk dit atelier heb geopend, zijn er ook wel werken die ik aan het maken ben. En die zijn ook best de moeite waard om eens te kijken. Ik wens jou een hele fijne open dag en dat het hier maar 1 broeiend, wat zei je nou, wespennest? Een wespennest van creativiteit mag zijn, ja. Een wespennest van creativiteit in Ravenstein, geweldig, dankjewel. Dankjewel.